beneden moeten zo'n 14 uur per dag kunnen liggen. Onvoldoende lichtcomfort en te weinig liggen hebben een direct effect op de gezondheid, de productie en de levensduur van de koeien. Hoe u het lichtcomfort kunt verbeteren, laten wij u zien in deze aflevering van Een langere levensduur, dat is makkelijker dan u denkt. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Koeien moeten een optimaal lichtcomfort hebben. Maar in de praktijk blijkt dat vaak tegen te vallen. Koeien gaan minder makkelijk liggen, staan ook wat minder makkelijk op om naar het voerhek te komen en de totale lichtduur van de koeien wordt daardoor verminderd. Melkveehouders Fedde en Wilma van der Meer uit de Drentse Nieuw-Buinen bouwden 2 jaar geleden een nieuwe stal. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om het lichtcomfort voor de koeien te optimaliseren. Samen met adviseur Bediende Zweep van Valecon kijken we op het bedrijf van Wilma en Fedde hoe zij dat hebben gedaan. Nou, in de oude situatie hadden wij wel diep strooisel, maar geen goed diep strooisel. Dat was gewoon te ondiep, dus de koeien kwamen toch regelmatig met de hakken op de beton. En wat je zag is dat je ondanks diep strooisel toen ook nog dikke hakken had. Haar was van de hakken af, dus dat was gewoon niet goed. We hebben bewust gekozen voor een diep strooiselbox, maar dan wel voor een box met echt diep strooisel. Gekozen voor een boxafscheiding die ook bij diep strooisel past. De lengte van de box is 3 meter aan de buitenmuur. En dat is ook vergeleken met de oude situatie echt een meerwaarde. Daar was het 2,5 en nu hebben we 3 meter en die ruimte hebben ze echt nodig. Het grootste verschil wat echt heel zichtbaar is, dat de koeien gewoon veel meer liggen. Dat is echt, echt heel zichtbaar. Nou, dit type boxafscheiding hebben ze erg veel vrijheid bij het opstaan. Dus je ziet ook dat de koeien gewoon makkelijk opstaan. Het is natuurlijk een combinatie boxafscheiding en boxbedekking. Maar wij zien echt een enorme verbetering. Dat de koeien te weinig liggen in het lichtbed heeft te maken met het comfort en de lichtboxafstelling. Bij een te krappe lichtboxafstelling of onvoldoende comfort, dan staan de koeien te veel, waardoor ze meer klauwproblemen kunnen krijgen. Daarnaast is het zo dat een liggende koe meer bloed door het uier kan laten stromen, waardoor de uiergezondheid beter is en ook de melkproductie hoger kan zijn. Op het moment dat je vermoedt dat het lichtcomfort onvoldoende is, dan is het zaak om te gaan kijken hoe dat die koe zich in de lichtbox beweegt. Hoe lang duurt het voordat die koe eigenlijk in de lichtbox gaat liggen en komt die koe ergens tegenaan op het moment dat ze opstaat of gaat liggen? Zijn de hakken beschadigd of heb je dikke hakken, dan heeft dat zeker te maken met het lichtcomfort van het lichtbed. Daarnaast is het zo om in de stal te gaan kijken, zijn de koeien, staan ze schuin in de box of staan ze recht in de box? Want een koe die schuin staat, gaat schuin liggen. Ook de lengte van het lichtbed, dus van knieboom tot aan de achterrand, is van belang. Vaak bij het gebruik van een knieboom moet je ervoor zorgen dat die koeien toch achter in de lichtbed blijven liggen om te voorkomen dat ze dus mesten of urineren in het lichtbed. Als je als melkveehouder ziet dat in de bestaande situatie de koeien te weinig liggen, dan is het mogelijk om de schofboom bijvoorbeeld goed af te stellen. Je kunt de knieboom leggen en belangrijk is dus dat de koeien voldoende strekruimte hebben. Dus dat kan betekenen dat de neusboom omhoog moet, dus minimaal 1 meter vanaf de grond. Of misschien moet de muur eruit om voldoende strekruimte te geven voor de koeien. De juiste lichtboxafstelling bepaal je door de koeien te meten. Ga niet uit van standaard maten, maar meet de koe van schoft tot achterkant van de klauw. De schofthoogte en de lengte van de koe, dus van boeg tot aan de achterkant van de kont. Zodat je weet wat de lengte van het lichtbed moet zijn. Op het bedrijf van Fedde en Wilma hebben we de boxen afgesteld op 1,90 van schofboom tot achterrand. Op 1,80 van knieboom tot achterrand. En de achterpoot van de lichtbox moet 15 centimeter van de achterrand afstaan. In de praktijk zien we dat koeien meer liguren maken in diepstrooiselboxen. Als diepstrooiselboxen niet mogelijk zijn, dan zijn matten of matrassen altijd nog een optie. Zorg wel dat de matten niet schurend zijn en ook dat ze voldoende grip hebben tijdens het opstaan of het gaan liggen van de koe. Daarnaast is het zaak om zacht zaagsel te gebruiken, zodat ook de hakken gewoon behaard blijven. Nou, in een nieuwe situatie hebben wij gekozen voor
andere boxbedekking, een andere boxafscheiding en ook andere maatvoering. We hebben gekozen voor een boxafscheiding waar de buik de volledige vrijheid heeft. Dus de buik die raakt geen metaal. En dat is in mijn beleving wel essentieel. Daardoor heeft de koe echt meer ruimte. We hebben ook gekozen voor een behoorlijk dwingende knieboom. Knieboom is van beton. Het is niet zo dat hij niet koevriendelijk is. De voorpoten die gaan er gewoon overheen. Dat kun je ook wel zien in de stal. Maar die knieboom is wel belangrijk om die koe goed in de box te positioneren. Nou, de knieboom voor is 10 centimeter hoger als achter. En de boxdiepte is 28 centimeter. Voor diepstrooisel is het belangrijk dat de koe recht ligt. Dus je moet de koe echt sturen in de box. Nou, dat kun je doen door een achterpoot in de box te realiseren. Dat werkt heel sturend. En een gebogen schofboom werkt ook heel sturend. Nou, dat is hier echt perfect uitgepakt. De koeien liggen gewoon kaarsrecht in de boksen. Wij hebben ook praktisch geen mest in de boksen. Is niet noemenswaardig. Uiengezondheid was bij ons wel een punt waar ik bang voor was. Omdat wij op het oude bedrijf hadden wij een uierontsteking verleden. Hadden we eigenlijk te veel uierontsteking. Dus dat is wel iets wat je heel erg bezighoudt. Maar na 2,5 jaar kunnen wij wel vaststellen dat onze uierontsteking is een behoorlijke afname geweest. En het celgetal is feitelijk nog iets gezakt. We zitten gemiddeld zo rond de 100. Dus tot op heden zie ik geen negatieve relatie met de uierontsteking. Doordat het lichtbed zacht is, liggen de koeien gewoon echt veel minder melk uit. Dat is echt opvallend. Is dat. En melklekken is natuurlijk iets dat moet je gewoon proberen te voorkomen. De zorg die de meeste boeren hebben is dat je met diep strooisel en met name biobedding uiergezondheidsproblemen krijgt. Maar op het bedrijf van verder blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Daarnaast blijkt ook uit ons onderzoek dat uiergezondheid, celgetal en mastitis geen problemen geven bij het gebruik van biobedding. Nou, de koeien zijn gewoon vitaler. Je ziet gewoon dat de koeien gewoon prettig liggen. Lichtcomfort is gewoon een heel essentieel iets voor de productiestijging. Dat past bij elkaar, daar kun je niet los zien van elkaar. Ja, wij streven daarna toch een jaar langer de koeien op bedrijf te houden. We zitten nu op 40.000 kilogram bij afvoer. En het streven is naar 50.000 kilogram. Zonder goede lichtboxen kan het niet. Het hoort er wel bij. Het is wel een schakel die het gewoon goed moet zijn. Anders ga je het gewoon niet redden. De maatregelen die Fedde en Wilma hebben getroffen wat betreft de lichtboxen zijn gewoon goed. De koeien liggen veel, ze zijn schoon. De uiergezondheid is verbeterd zoals Fedde ook al heeft aangegeven. En ook de klauwgezondheid gaat vooruit op dit bedrijf. Onvoldoende liggen kan dus een behoorlijke impact hebben op de productie en de levensduur van de koeien. Ziet u dat veel koeien half in de boksen blijven staan of dat ze beschadigde hakken hebben, ga dan na of de lichtboksafstelling en het lichtbed wel in orde zijn. Neem net als Fedde en Wilma de nodige maatregelen om het lichtcomfort te verbeteren en raadpleeg een adviseur voor de juiste maten en u zult zien, een langere levensduur, dat is gemakkelijker dan u denkt.